Ja, je bent met 5-0 van NAC, met 4-1 van Emmen. Je staat bovenaan, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, en nee, dat kan niet. Ik hoor het al, wij staan bovenaan, wij staan bovenaan. Ja, de Europa League heb je niet meer. Nee. Wat staat je nog in de weg? Nog 32 wedstrijden. Ja, maar goed, Ajax en PSV spelen wel Europees, dus de ruimte is er wel, hè? Niks staat jullie nog in de weg. Jullie voetballen lekker, hè? Nou, vandaag was het voetballen niet heel lekker. Maar... Nee, maar ja, als je met 4-1 wint. Ja, dat is waar. Niks te klagen, toch? Wat ik me dan bedenk, hè? Je wint met 4-1, je wint met 5-0. Was dat clubje Karistan zo goed? Ja, ik denk dat mensen wel onderschatten hoe goed ze waren, maar... Dat is gewoon eigenlijk een hele goede competitie, hè? Met Kazachstan. Ja. Ben je nu cynisch? Of, Ja, jij zegt dat wij dat onderschatten. Nee, maar jij doet nu een beetje cynisch. Ja, vind je het gek, joh? Dat is toch de lammen en de blinden? Nee. Dat is niet het geval. Dat was niet het geval. Het waren niet de lammen en de blinden, maar ik geef wel toe dat we daar gewoon door moesten gaan. Want zo'n club is wel beter dan Emmen, bijvoorbeeld. Wat je nu hebt gezien. Nou, wat denk je zo? Nou, ik denk het toch niet. Ja, dan snap je er niet zoveel van. Ja, nou, als jij het zegt, vind ik het goed. Nee, die waren echt wel beter. Oké, ja. En zit er dit jaar dan een keer weer wat meer in voor AZ? Je staat toch bovenaan, hè? Het is echt heel vroeg om te zeggen. Er zijn 2 speelrondes geweest. Ja, maar je wint 2 keer. Dat we kampioen gaan worden omdat we 9 goals hebben gemaakt in 2 wedstrijden. Ja, roep het even. De volgende wedstrijden weer verliezen. Ja, niet dat het gaat gebeuren, ik hoop het niet. Nee. Maar dan is opeens weer van, nee, gaat niet gebeuren. Het vak is nu leeg, want die mannen willen het even horen. Roep nou toch gewoon even, joh. Het kampioenschap, het begin is lekker. Ja, je hebt die reclame van Fox toch gezien? Stond ik zo met die schaalman, heb je gezien? Ja, dat is een promotiefilmpje. Ja, heb je een deal met Fox dat je nog even reclame moet maken? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Nee, ik hoop het natuurlijk, ik hoop, maar je kan niks zeggen na 2 speelrondes. Zeg even. wat is het doel? Wat is jouw persoon? Wat zeg jij dan? Ik bedoel, hoezo zou ik het moeten zeggen? Ah, je wint je wint met 5-0 en 4-1. Ja. Op naar het kampioenschap. Op naar het kampioenschap. Bedankt.